Mijn naam is Ellen Keunig, ik ben projectleider van MIT. Mijn naam is José de Vries en ik ben projectleider bij MIT. Wij nemen je graag mee in een dagje van ons werk. Ja, we zijn nu op mijn werkplek op Jonkerbos en hier zit ik met collega projectleiders. Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor diverse projecten en in ons geval gaat het om ICT en medische techniek. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe verpleegafdeling waar wij verantwoordelijk zijn voor alle ICT die daarop komt en alle medische apparatuur. Maar ik ben bijvoorbeeld ook bezig met de implementatie van een tweede operatierobot. Over het algemeen hou ik me wel bezig met de grotere projecten. Dan moet je wel denken aan een projectduur van een jaar tot soms wel 2,5 jaar. Per project spreek je heel duidelijk af wat het eindresultaat moet worden. En dat doe je met name natuurlijk met de klant. Verder ben je als projectleider verantwoordelijk voor het maken van een begroting en een planning. En je hebt een projectteam waarmee jij samen verantwoordelijk bent voor de uitvoering van het project. Waar bestaat dan mijn projectteam uit? Die bestaat eigenlijk altijd uit netwerkbeheerders, werkplekbeheerders, medisch technologen en applicatiecoördinatoren. En dan hebben we natuurlijk ook nog eigenlijk altijd te maken met externe leveranciers. Bijvoorbeeld de leverancier van ons verpleegkundig oproepsysteem of van een medische PC's. Per project zit je team er anders uit. En afhankelijk van de expertises die nodig zijn, krijg je mensen in je team. Dat is echt heel leuk, want zo leer je ook heel veel verschillende mensen met verschillende beroepen kennen. Het is ook leuk om te vertellen over actuele ontwikkelingen. Wij staan hier op de IC, die zijn we helemaal nieuw aan het bouwen. Als projectleider zijn we dan verantwoordelijk voor een goede ICT en medische techniek. Denk dan aan de wifi, werkplekken op patiëntenkamers, maar ook voor medewerkers. Maar ook de medische apparatuur en de inrichting van HIX. We maken zulke mooie dingen met elkaar. Dus ik ben vooral trots als het lukt om goed samen te werken. We hebben gewoon te maken met heel veel verschillende partijen. Dus dat zijn de collega's van ICT en medische techniek, maar ook je hebt met een groep eindgebruikers te maken. Verder werken we natuurlijk samen met collega's van bouw en ook met diverse leveranciers. Ik word er blij van als we iets moois neerzetten. Voor de eindgebruiker is vaak niet eens zichtbaar wat er allemaal nodig is om een afdeling goed draaiend te krijgen. Maar ICT en medische techniek zijn essentieel voor onze artsen en verpleegkundigen om goede zorg te kunnen leveren. En daar draag ik graag wat aan bij. Zoals je ziet staan we hier op een afdeling die net nieuw gebouwd is. CWZ zit vol mogelijkheden. Met alle innovaties die er zijn en projecten die er spelen, heb je alle kansen om je te ontwikkelen. We vonden het leuk om je mee te nemen in een dag van ons werk. En wie weet zien we je snel.